De eerste indruk was shocking, in de zin van alsof er echt even iemand in je ziel heeft gekeken. Met Insights zijn we begonnen met de techniek Insights Discovery. En de aanleiding zat hem heel erg in het feit dat wij de onderlinge samenwerking tussen managementteamleden willen verbeteren. En een van de grote pijlers daarbinnen is het verbeteren van de communicatie en het geven van feedback aan elkaar. We hebben in de afgelopen 5 jaar vaak gewerkt met advies dat specifiek was toegespitst op de organisatie. Dat het eigenlijk subjectief was voor onze organisatie. En wij dachten dat Insights Discovery voor ons een meer objectieve tool was, eigenlijk een hulpmiddel om de interne communicatie te verbeteren en vooral het begrip te verbeteren vanuit welke positie spreek je. Nou, we hebben nu 1 workshop met Insights gehad en het effect wat ik daar al van zie is dat we dus meer inzicht in elkaar hebben gekregen. En dat inzicht in elkaar helpt enorm om die communicatie te verbeteren. En tijdens die dag hebben we ook een aantal oefeningen gedaan die inzicht gaven, maar ook helpen om voortaan dat te implementeren om dat inderdaad mee te nemen in je werk. Kijk, van jezelf, ik denk dat ik redelijk al weet hoe ik zelf ben. Daar zit niet al te grote verrassingen in, maar hoe je collega's zijn en hoe bepaalde reacties je soms kunnen triggeren. En daar wat meer begrip voor te hebben, dat is denk ik wel een hele leerzame training op dit moment om daar inzicht in te krijgen. Ik had bij aanvang van de workshop eigenlijk wel verwacht of althans gehoopt dat ik meer inzicht zou krijgen in de mensen met wie ik soms wat meer moeite heb om samen te werken of te levelen. Bij mensen met wie ik op zoek ben en dat gebeurde ook. Maar wat mij het meest heeft verbaasd is dat ik ook nieuwe inzichten kreeg in collega's waarvan ik dacht van oh, jou ken ik, jou begrijp ik, wij, alles smooth, gaat heel snel. En over die collega's leerde ik nieuwe dingen. De meerwaarde van de Insights Discovery Tool is dat je een gemeenschappelijke taal krijgt. Dat het niet persoonlijk wordt, maar dat je heel erg kunt spreken over welke kleur of kleuren heb je in je. Hè? Wat is je voorkeur als het aankomt op communiceren en samenwerken? Als ik naar onze organisatie in de toekomst kijk, dan hoop ik heel erg dat wat we geleerd hebben van Insights Discovery heel erg geïnternaliseerd wordt, heel geautomatiseerd, onbewust wordt, een soort automatisme. En aan de andere kant hoop ik dat het ook af en toe tot meer conflict zal leiden. Dat mensen zich steviger durven uitspreken zonder bang te zijn en meer durven zeggen waar het op staat. En daarmee ook problemen benoemen en bij de kop pakken.